Ik mag en kan u zo meteen vertellen wie dit weekend op het filmfestival van Oostende de Ensor voor uitzonderlijke verdiensten krijgt. Hij, zij of hun is mijn gast. Verder neem ik u mee door de Leidensweg van Club Brugge. 16 jaar al plannen ze een nieuw stadion en vandaag staan ze een klein stapje verder, maar ook weer niet. En we zijn bij de première van de nieuwe zaalshow van Philip Geubels. Geubels gaat in bad. Het zal hier dus al zeker niet stinken. Welkom. Goedenavond. Beginnen doen we met een noodkreet uit het Floordambos. Dat bos ligt op een kilometertje van de luchthaven van Zaventem. En als er niks gebeurt aan de stikstofuitstoot van die luchthaven, schieten er in het Floordambos alleen nog bramen over, zeggen ze daar. Het gevolg voor die bossen is dat je niet meer die mooie kallen krijgt en die biodiversiteit krijgt, maar dat die bedreigd wordt door alles overwoekerende planten die een zuurdere grond nodig hebben. Zoals netels, brandnetels, ook bramen en ja, distels en dat soort zaken. Hè. Moet je niet willen. Het is Vlaams minister Zuhal Demir die in de Vlaamse regering de leiding neemt in het stikstofdossier. Zij moet met alle betrokkenen een akkoord sluiten. In ter zake zei ze daar dit over. Ik zeg al 2 jaar dat we een probleem hebben, een stikstofprobleem, en dat dat een tikkende bom is onder onze vergunningenbeleid. En dat we zo snel mogelijk een definitief kader moeten hebben om dan ook te kunnen vergunnen. Uiteraard, de luchthaven van Zaventem is heel belangrijk. Zij zijn alle voorbereidingen aan het nemen om een dossier in te dienen. Hendrik Schoukes, u bent advocaat en professor milieurecht aan de Universiteit Gent, ook schepen voor Groen in Lennik. Als u de minister hoort, denkt u dan dat we snel een stikstofakkoord hebben in Vlaanderen? We hopen dat er snel een stikstofakkoord komt. Waarom? Waarom is dat zo belangrijk? We hebben een meetlat nodig. Het stikstofprobleem kan je eigenlijk vergelijken met een bad dat overloopt. De natuur is het bad, de badkuip. We hebben er de voorbije decennia enorm veel, te veel stikstof aan toegevoegd. En nu merken we dat wanneer we via de kraan, we willen de kraan nog open doen, een beetje extra stikstof erbij voegen, via vergunningen. En we merken eigenlijk dat Europa vraagt dat we eigenlijk moeten het stopsel uit het bad trekken. Het niveau moet eerst zakken. En daarom hebben we zo'n stikstofakkoord nodig. Is het in heel Europa een probleem? We kennen de situatie in Nederland een beetje. Daar is er een heel heftig maatschappelijk debat over. Bij ons begint dat. Hoe zit het in de rest van Europa? Het is vooral een probleem in die delen van Europa waar je één veel vee hebt, waar je veel straten en wegen hebt en waar je veel industrie hebt. En Vlaanderen en Nederland zijn bij uitstek regio's waar je die vindt. Maar bijvoorbeeld ook in Duitsland, Denemarken, noorden van Spanje, de Po-vlakte in Italië heb je zo'n probleem. Al is de rechter niet overal even streng. Ja, want daar, het hangt van de rechtspraak ook af, omdat stikstofakkoorden heel vaak aangevochten worden voor een rechtbank. Dat is een volgende stap. We hebben nog geen akkoord. Dus kan je er ook nog niet tegen zijn, natuurlijk. Wie houdt het tegen op dit moment, een stikstofakkoord? We hebben geen akkoord. Je kan er nog niet tegen zijn, maar er zijn heel veel mensen tegen de tijdelijke regeling. Vooral vanuit de sector van de veehouderij voelt men eigenlijk de bui hangen. Zij dragen relatief gezien voor de Vlaamse stikstofuitstoot het grootste deel bij. En de tijdelijke regels zijn redelijk strikt voor nieuwe vergunningen, zelfs soms de hervergunning van bestaande exploitaties. Het zijn vaak ook persoonlijke drama's, hè? Familiebedrijven, mensen die van de ene op de andere dag gewoon aan de grond zitten. Ja, je zit hier eigenlijk met een conflict. We hebben het eigenlijk de voorbije decennium te ver laten komen. Er zijn nog veel vergunningen verleend die eigenlijk beter niet hadden verleend geworden. En dat maakt nu dat je komt tussen die persoonlijke drama's, ook Europa die enerzijds wenst dat we toch het bad laten leeglopen, maar anderzijds, het stopsel uit het bad trekken vergt dat je ook die bestaande vergunningen herbekijkt, daar striktere normen aan oplegt. Dat is geen evidentie. En moet heel het bad leeg of mag het half vol blijven? Het bad moet niet helemaal leeg. De wetenschap bepaalt dat de natuur een aantal kilo stikstof per jaar kan verdragen. Maar hoeveel kilo, dat hangt eigenlijk een beetje af van welk natuurtype. Bossen verdragen zo'n 20 kilo per hectare per jaar. Als je daar boven gaat, dan krijg je een toestand zoals in het Floordambos. Mm-hmm. Veel bramen, veel netels. Saaie natuur eigenlijk. Want een teveel aan stikstof zorgt er voornamelijk voor dat de snelgroeiende planten de bovenhand halen. Het krijgt iets dystopisch, zegt ook de conservator van het bos nog eens.
Ja, het bos is nogal bijzonder wegens zijn rijke biodiversiteit. Hè. Op de biologische waarderingskaart wordt het donkergroen gekleurd. Heeft ook in de loop van de jaren eigenlijk ook meerdere erkenningen als bescherming als natuurgebied, erkenning als habitatrichtlijngebied van de Europese gemeente, van Europa, met een aantal zeer duidelijke doelstellingen om het in stand te houden. Het moet in stand gehouden worden, zegt de conservator. Dat snap je natuurlijk vanuit zijn standpunt. Ligt wel op een kilometer van de luchthaven. Wijst naar die luchthaven voor dat dystopische karakter. Hier zien we dat op de kaart hoe dicht het bij de luchthaven ligt. Is dat terecht dat ze de vinger wijzen naar de luchthaven? Ja, je hebt soms de vraag wie was er eerst, het bos of de luchthaven. Het bos zal er origineel eerst geweest zijn. Het bos heeft een goede 20 jaar terug een beschermd statuut gekregen. We hebben eigenlijk als Vlaamse overheid en België ook heeft gezegd van wij gaan akkoord met wat Europa eist. Dat bos heeft een recht om er te bestaan. En dat betekent dat je dan ook maatregelen oplegt aan activiteiten, restricties zoals men dat noemt, zodanig dat die activiteiten dat bestaansrecht in zekere zin van dat bos niet bedreigen. Maar kan je dat op een kilometer van een luchthaven die nog wil uitbreiden, ook, hè, voor alle duidelijkheid? De Europese wet, de habitatrichtlijn, die zegt eigenlijk dat je die natuur niet significant mag beschadigen. Dus je mag het voortbestaan van die natuur niet in gevaar brengen. Het is wel zo dat je een uitzondering kan krijgen wanneer je een project hebt van een groot maatschappelijk belang. Maar die uitzondering die is gekoppeld aan heel wat strikte voorwaarden. Eén voorwaarde is dat je moet kijken naar alle alternatieven. Het groeiscenario is dus één alternatief. De bestendiging van wat er is, een ander. Een reductie, zoals in Schiphol het geval is, is ook een derde alternatief. In Schiphol zijn ze omwille van dat hele stikstofdossier inderdaad de activiteiten aan het afbouwen. Wij denken hier aan uitbreiden voor de luchthaven. We hoorden de minister net ook nog zeggen, de luchthaven is dat dossier aan het voorbereiden. Denkt u dat je... of dat we die luchthaven ooit meekrijgen in dat stikstofakkoord? Want dat ligt in Vlaanderen. Het is Vlaanderen die daar, als het over stikstof gaat, normen zal voor moeten opleggen. De luchthaven heeft, denk ik, de voorbije 10 jaar een beetje in het ongewisse geleefd. Men wist wel dat die stikstofprobleem speelde, ook in Nederland. En eigenlijk, ja, het zat eraan te komen. En nu moet men de tering een beetje naar de nering zetten. Blijkt dat die luchthavenexploitatie een belangrijke impact heeft. Mm-hmm. En een groeiscenario, nogmaals, is één van de alternatieven die bestudeerd moet worden. Maar Europa vraagt eigenlijk dat als je al zo'n uitzondering krijgt voor een luchthaven, wat kan op zich, dat je dan het minst schadelijke alternatief kiest. En dan zal het Schiphol-verhaal misschien indirect toch wel ook aan onze overheden... Ik hoor er nog veel voor interpretatie vatbaar als het gaat over stikstof. Om af te starten, ja. U bent zelf ook schepen, hè, voor Groen in Lennik. Mm-hmm. Dat is eigenlijk in de periferie van de luchthaven, als ik het met enige zin voor overdrijving mag zeggen. In hoeverre hebben jullie stikstofdossiers liggen op de gemeenteraad? Op de gemeenteraad zelf heel zelden. Het is zo dat wij af en toe ook vergunningen moeten verlenen. Mm-hmm. Maar wij richten ons eigenlijk naar het Vlaamse beleid. Net zoals in alle dossiers proberen wij rekening te houden met wat de Vlaamse milieuadministratie verwacht van ons. Alle ogen gericht op Zuhal Demir. Dat en dat is niet het enige dossier waarin dat zo is. Dankjewel, Hendrik Schoukens. Graag gedaan. De fiets werd zo net hier aangetroffen, op de meest logische plaats eigenlijk. Want hier is gisteren de pop ook naar beneden gegaan. De zone die gecheckt is, daar lag het meisje niet. By the 24th of February, exactly 1 year since the invasion started, we aim to have the 10th package of sanctions in place. This is yours. Thank you.
é desumano o que eu vi aqui. Sinceramente, o presidente que deixou a presidência esses dias, se ao invés de fazer tanta motossiata, tivesse vergonha e viesse aqui uma vez, quem sabe esse povo não tivesse não abandonado como está. Zaterdag. Dan worden op het filmfestival van Oostende de Ensors uitgereikt. De belangrijkste film- en tv-prijzen. Maar er wordt dit jaar voor de allereerste keer ook een Ensor voor uitzonderlijke verdiensten uitgereikt. Die gaat naar een man die er bijna op zijn eentje voor gezorgd heeft dat we hier in Vlaanderen bij de familienaam De Kok onmiddellijk met COCK zeggen. En daar bleef het niet bij. Dag mevrouw Mechel. De Kok met COCK. Recherche. Het is zelfs goed dat je er zei. Ik wil al zo lang iets vertellen. Opa, het is nog geen midden. Onschuldig. Dat gaan we onderzoeken. Oké, okay, ready for take-off? Clear in the back. The wind is 290. Taking off. Hey, Philly. Om een lef hier te komen, verrekte plutwoud. Ik wil gewoon even klappen. En de man krijgt ook een naam en een gezicht. Joop Daalmeijer, goedenavond. Welkom en gefeliciteerd. Ja, dank je. Ja, ik heb nog niks gekregen. Hè? Nee, dat is morgen pas. We moeten wachten, want het is. De montage gaf het al een beetje weg. Ja, u krijgt die Ensor voor uitzonderlijke verdiensten omdat u heel bepalend bent geweest voor de Vlaams-Nederlandse samenwerking in de media, noem ik het dan maar. Waar is dat begonnen? De passie voor Vlaanderen is eigenlijk begonnen toen ik de eerste keer als radioverslaggever dit land binnenkwam. Er was een staking van binnenvaartschippers op de grens van Frankrijk en België. En ik moest daar een reportage maken en dat monteren bij de studio Kortrijk van de VRT. Zo'n grote studio. Fantastisch, er werd geknipt en het wachten op de lijn naar Hilversum doorspelen. En toen was het gedaan en toen zei daar een technicus die allemaal nog in stofjassen liepen: u zult wel honger hebben. Ik zei, we hebben de hele dag niks gegeten, ja. En toen ging die man naar een alkoof, deed daar een deur open en daar stond een klein gasfornuisje. En die bakte toen voor mij friet en een biefstuk. En toen dacht u... Dit is hier moet land. Ik vaker komen. Hier moet ik vaker komen. Dit is mijn land. Wij hadden vreselijke kantines, maar dit was zo charmant. Ja, ik heb ook in Nederland gewerkt. Ik ken de kantines. Dan zou ik ook liever in Vlaanderen eten, inderdaad. Het is journalistiek begonnen. Daarna is het fictie geworden, want u bent dan heel hoog geëindigd, zeg maar, in de echelons van de openbare omroep in Nederland. Ja. En u dacht, we moeten die Vlaamse reeksen die het daar zo goed doen, naar hier halen. Waarom? Ja, ik keek zelf naar de VRT. En ik keek zelf naar één. En zag daar Flikken. Ik dacht, dat is een verdomd goede serie. Waarom hebben wij die niet? Waarom hebben wij die niet gekocht? Omdat er geen aandacht was voor dat product uit Vlaanderen. Dus ik ben toen naar de producent geweest, Erwin Provoost. En gezegd, Erwin, kunnen wij die serie van jou kopen? Toen zei hij, ja, misschien wel, maar ik heb een probleem. Ik heb eigenlijk te weinig geld om hem mooi te maken. Wil je niet mee produceren? Zeg maar, als wij nou gewoon niet het aankoopbedrag doen, wat normaal was, 10.000 euro voor zo'n serie, maar als we daar nou 5 keer van maken, kan je daar wat mee? Toen hebben we een co-productie van gemaakt en de kijkcijfers waren in Vlaanderen 1,5 miljoen, maar ook in Nederland. Vanaf dag 1 werd er massaal op ingeschakeld. Ja, Flikken in Gent, maar nog andere reeksen ook. Ja, we hadden Witsen. We hebben windkracht, tenminste 10, denk ik. 10? Die helikopters vanaf was dat Oostende? Kokzijde. Kokzijde. We zijn er ook geweest om daar naar te kijken. Dat was ook een geweldige reeks, een spannende reeks. Die heeft het in Nederland ook heel goed gedaan. Maar er zijn er zoveel meer. Maar toch heel Vlaams. Waarom dacht u dit gaat scoren in Nederland?
Omdat het ging over de zee. Het ging over vliegen. Vinden allemaal mensen prachtig. Het is heroïek. Mm-hmm. En er worden mensen gered. Hoe mooi kan het zijn? Mm-hmm. En het was prachtig gefilmd. En het heeft in Nederland heel goed gewerkt tot de serie hier afgelopen is. En u dacht, als we dat van Vlaanderen naar Nederland doen, moet dat omgekeerd ook kunnen. Ja. U hebt op een gegeven moment de VRT ingelicht en gezegd aan Wim van Severen toen. Ja, Wim van Severen was hier mijn collega van één. Of misschien was hij inmiddels al omhoog gestegen. Hoge pief in elk geval. Een hele hoge pief. En u zei, maar nog steeds een leuke man gebleven. Maar ik zei, Wim, we hebben hier in Nederland een serie die loopt op RTL 4. Heel goed, baantje. Dat kan jij alleen niet zien. Want jullie kunnen RTL niet ontvangen in Vlaanderen. Dus ik heb van hem, dat was in die tijd, om met VHS-cassettes. VHS-cassettes gemaakt, opgestuurd. En Wim zei, ja, ik vind dat fantastisch. Ik ga dat kopen. En dat is hier ook meteen een succes geworden. Gelukkig wel ondertiteld, want het is soms een beetje Amsterdams. Ja, en omgekeerd is dat natuurlijk ook zo, hè? Ja, soms tegen mijn zin. Want ik denk dat Nederlanders Vlaams heel goed verstaan. Het hoeft van mij niet altijd ondertiteld te worden. Maar we doen het omdat het wat makkelijker kijkt vaak. Ja. Nu zitten we stilaan op het punt. We zagen in de montage ook helemaal op het einde Undercover. Dat is zeg maar het laatste product dat de grens over is gegaan. Dat heel goed scoort. U had het zeer over goed co-producties waar gewoon geld werd gelegd. Maar we zitten stilaan ook in een realiteit waar er echt een co-productie is, hè, tussen Vlaanderen en Nederland. En dan kan je ook materiaal maken wat het toe doet. Want je kan geen series maken voor 300.000 euro per aflevering. Als je kijkt naar wat de Denen doen, hè, die besteden een miljoen per aflevering aan prachtige detectives. Moeten wij dat geld ook hebben? Dat kan alleen door te co-produceren. Je kan dat als kleiner land niet opbrengen. Nou, en dat is geweldig. Dat werkt ook heel goed. Dat was ook een fantastische serie. Ik zat er met echt samengeknepen billen kijken naar die serie. En dat heeft het hier ook heel goed gedaan. Ja, het nieuwste product, en dat is ook op het filmfestival van Oostende te zien dat op dit moment bezig is, is Arcadia. Jullie hadden alles. Mooi huis, riante tuin. Mooie auto voor de deur. Privileges die horen bij de topscorers. Toch wilden jullie meer. Desnoods door te frauderen. Hebt u er al wat van gezien? Nee. Het ziet er ook weer prachtig uit. Het ziet er goed uit, hè? Ja, ja, ja. Het is filmisch heel sterk. We zagen ook al heel wat acteurs. We hoorden een Hollandse voice-over, om dan maar het verschil te maken, een Nederlandse voice-over. Maar we zagen ook heel wat Vlaamse acteurs. Dit is de toekomst en dit gaan we ook internationaal kunnen verpatsen om het dan wat oneerbiedig te doen. Zonder probleem. Op die streamingsdiensten vooral. En ik denk dat we daar nog veel meer op kunnen inzetten. We hebben in Nederland op het ogenblik een fantastische serie van het boek van Alexander Munninghoff. De Stamhouder. Mm-hmm. Echt prachtige televisie. Dat heeft heel veel gekost. Ik hoop dat de VRT dat koopt. Niet om uit te zenden op één of op Canvas, maar op de streamingsdiensten zetten. Want daar kunnen we de mensen bereiken op ieder moment dat ze beschikbaar zijn. Je zoomt erop in en je kan kijken. En dat hebben we allemaal aan u te danken. En dan kom ik terug bij het begin van ons gesprek. U krijgt de Ensor voor uitzonderlijke verdiensten. Zonder u stonden we misschien hier niet, of nog niet. Nou, misschien nog niet, maar iemand moet het doen. Mm-hmm. En ik heb het met plezier gedaan. En nu verder blijft u daar heel bescheiden bij, merk ik. Nee, maar wat, ik ben met pensioen. Ik geniet van mijn oude dag. En ik geniet van iedere keer naar Vlaanderen komen. Nog steeds, ik krijg nog steeds een warm gevoel als ik met de auto van Antwerpen naar Brussel rijd. En ik zie aan de linkerkant die hele grote, dikke toren van Mechelen. Dan krijg ik een warm gevoel. Moeten we, en daar wil ik dan graag mee eindigen. U hebt heel wat stappen gezet. Mensen na u hebben daarop verder gebouwd. Zeker. Waar eindigt dat? Moeten we naar een Nederlandstalig filmfestival? Weg Gouden Kalveren, weg Ensors. Doe maar één prijs voor dat hele taalgebied. Nee, dat denk ik niet. De samenwerking zou goed zijn. De samenwerking tussen Oostende en Utrecht zou goed zijn. En tussen Gent en Rotterdam. De Vlaamse minister van Media heeft daar ook wel wat geld voor veil. Voor die verdere samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. Is dat wat de politiek ook moet doen, die samenwerking stimuleren? Ja, maar natuurlijk. We spreken dezelfde taal. We wonen naast elkaar. We komen bij elkaar over de vloer. Natuurlijk moet je dat doen. En via met name fictie kan je elkaar beter leren kennen.
kijk graag naar Vlaamse fictie. En Vlamingen kijken graag naar Nederlandse fictie. Het is gemaakt vanuit de taal en cultuur eigenen. En dat is van belang, dat moeten ze houden. Fijn dat hij het doet. Ik hoop dat die minister ook nog wat geld over heeft voor de buren. Het Vlaams-Nederlandse debatcentrum hier in Brussel. Heel waardevol. Waar vandaag het eerste ontslag is gevallen, omdat er een tekort is aan geld. Alsjeblieft, laten we dat overeind houden. Dat is een stevige oproep nog zo op het einde. Als we nu maar die Nederlandse vlag nog op een juiste manier leren ophangen in ons land, dan komt het allemaal goed. Ik wens maar u... we hangen hem zelf niet goed op. We hangen alsmaar met blauw boven. Ik wens u een schitterende avond toe in Oostende. Morgen krijgt u die Ensor voor uitzonderlijke verdiensten. En zaterdag volgen dan de rest van de Ensors. En dan is het filmfestival klaar. Joop Daalmeijer, dank u wel. Alsjeblieft. I wasn't paying attention. Having your biggie bag. 115. And how much do you have now? 1 cent. En dan gaan we nog eens wat prijzen uitreiken. Zo rond deze tijd van het jaar is het de ene prijs na de andere. Vanavond waren het de Paralympic Sports Awards voor mannen en vrouwen. De beste mannelijke prestatie die was voor een wielrenner. En dat is Tim Seelen. Waarom hij die verdient? Het was een echt boerenjaar voor Seelen. Telt u even mee. Wereldkampioen op de weg, in de tijdrit, Europees kampioen op de weg en het algemeen klassement van de wereldbeker, alstublieft. Tim Seelen kreeg daarvoor eerder ook al de titel para-wielrenner van het jaar van de Internationale Wielerunie UCI. Als ik terugkijk naar 2022, dat is eigenlijk een schitterend jaar. Ik denk dat ik eigenlijk niet beter kon doen dan ja, wat ik geleverd heb. Dus ja, het is schitterend voor woorden. Dus ja. En beschrijf ook nog eens hoe je naar die prestatie hebt toegeleefd, wat jullie er allemaal voor doen. Ja, wij doen er eigenlijk heel veel voor. Ik denk dat sommigen, dat de Paralympische sport, dat dat nog iets minder bekend is. Maar dat is ook echt gewoon topsport. En ook bij de vrouwen ging de beste jaarprestatie naar het wielrennen. Duo Griethoed en Annelien Musieu won in 2022 twee keer goud tijdens het WKG-baanwielrennen. Samen, als tandem, waren ze de beste op de sprint en op de kilometer. In november hebben ze een punt achter hun carrière gezet in het Kuipke in Gent. Ik kan me nog de tranen van in mijn ogen krijgen als ik eraan terugdenk. Wereldkampioen worden is nog zoveel meer dan gelijk welke andere medaille dat we behaald hebben. En ik kan niet genoeg benadrukken hoe hard dat team met ons heeft meegeleefd. Dat is fenomenaal. En er werden nog twee Paralympic Sports Awards uitgereikt. Atlete Selma van Kerm is talent van het jaar. Atletiek coach Pascal Henkinbrand, coach van het jaar. Ze moeten er bij Club Brugge stilaan moedeloos van worden. De bouw van een nieuw stadion is een gevalletje van twee stappen vooruit en een grote stap achteruit. Vandaag in die processie van Echternach een nieuwe tegenslag, want het licht staat alweer op rood of op zijn minst op oranje. Terug naar de start dus. En die start ligt in de laatste maanden van het jaar 2006. Sinds die tijd zijn er drie scenario's gepasseerd die we gemakkelijkheidshalve plan A, plan B en plan C noemen. En we beginnen met plan A. Het eerste scenario, 2006. Toenmalig voorzitter Michel Dogen en Bart Verhagen, toen nog aannemer voltijds en intussen zijn opvolger bij Club, bedenken een plan voor de bouw van een nieuw stadion. Dat zou er komen in Lophem, langs de E40. Ook toen was dat al, zo blijkt uit de persconferentie van toen, broodnodig. Omdat we ervan overtuigd zijn
dat het een noodzaak is om ook morgen Club Brugge op een hoogstaande wijze nationaal en internationaal te positioneren. Ja, het plan moet wel nog wat aangepast worden. Het gebouw schuift op naar de Chartreuse-site op het grondgebied Brugge, niet langer Lophem. Maar de Vlaamse regering geeft uiteindelijk wel groen licht. Maar na klachten van buurtbewoners trekt de Raad van State toch de stekker uit plan A. En dat doen we dus weg. En dus schuiven we op naar plan B. Zeg gerust ook de Blankenbergse Steenweg. Club geeft zich niet gewonnen. Vrijwel onmiddellijk ligt dat nieuwe plan er. Voor niet één, maar twee stadions. De nieuwe locatie dus, Blankenbergse Steenweg. Daar zou een groot stadion komen voor Club Brugge en een kleiner stadion voor stadsgenoot Cercle Brugge. Maar ook nu weer klachten. Van bouwbedrijf Gelamco, het bedrijf van de voorzitter van Antwerp, Paul Gijsens, maar ook de partij Groen en verschillende inwoners tekenen bezwaar aan. De Raad van State buigt zich opnieuw over het dossier en verbiedt de bouw. Op naar plan C dan maar. Terug naar de heimat, waar het allemaal begon. Club blijft in dat plan op Jan Breidel, al dan niet met Cercle Brugge. Daarover wordt nog gesproken. En Club Brugge krijgt voor dat plan in 2021 een omgevingsvergunning. En die is nu vandaag geschrapt door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat heeft onder meer te maken met parkeerproblemen, maar ook omdat buurtbewoners vrezen voor een verkeerschaos. Al zou dat niet het einde van plan C mogen zijn, zegt de burgemeester. Nee, omdat de Raad voor Vergunningsbetwisting ook stelt, en dat is uitzonderlijk, dat zij het dossier terug overmaken aan de minister, aan Zowel de Mier, en vraagt om binnen de 5 maanden een nieuwe beslissing te nemen. Waarbij dan uiteraard moet tegemoet gekomen worden aan de bezwaren die door de Raad zijn weerhouden. Ik zei het al, we gingen nog een paar keer kijken naar Zowel de Mier in deze uitzending. De bal ligt nu inderdaad in haar kamp. En de tijd dringt wel, want het huidige Jan Breidelstadion takelt ziender ogen af en kan binnenkort zelfs afgekeurd worden voor Europees voetbal. U dacht, waar zit Philippe Goebbels? Wel, die was zich in het verborgene aan het voorbereiden op zijn nieuwe zaalshow. Goebbels gaat in bad. Vanavond ging die in première in Gent. En Thijs Nerink die ging kijken. Hier gaat het gebeuren vanavond na ja. 2 jaar? Ik heb al wel wat try-outs gedaan. Dus het is niet dat ik na 2 jaar vanavond terug op de planken sta. Het is een ongelooflijk gevoel om een zaal aan het lachen te krijgen. En zeker als dat dan zo'n rollende lach is die je zo even kan blijven duren. Van hier gaan staan zo en dan van naar rechter. Mijn voorkeur is om het te kunnen blijven combineren. Want dat houdt voor mij heel leuk, dat ik zowel tv als live kan doen. Als je me nu echt met een geweer... Zo ben ik niet, maar... Als je me nu echt met een geweer zou afdraaien en, mij en ik moet kiezen, dan zou ik denk ik wel voor live optreden kiezen. Ja. Na de try-outs, ik ben gerust dat de show goed is, maar je blijft toch altijd... Ja, je gaat er wel staan en... Ja. Ja, je staat er alleen voor de mensen, dus natuurlijk, ja. Er is altijd een stress, ja. Dat is een hele plezante stress. Ja, dat is echt een beetje verslavend. We hebben ook zo'n slimme stofzuiger. He, dat is zo'n ronde schijf. He. Zo'n ronde schijf dat door je huis redt. Slim dat je is. Die weet zelf wanneer dat hem zijn eigen moet oplaaien. En je weet zelfs wanneer dat hem over parket redt en wanneer dat hem over tapijt redt. Het enige dat hem niet weet, dat is als de hond kaka heeft gedaan in de living. Dat je dat niet meer verspreiden over heel de living. De voorstelling is 90% flauwekul, denk ik. Zoals dat de mensen van mij gewend zijn. Gewoon over het dagelijks leven. En het verschil met, denk ik, wat de mensen van mij gewoon zijn, is dat er nu 10% ook een iets serieuzere verhaallijn in zit met een kleine boodschap. Door taboe te doen, is dat wel iets waar ik zelf in geëvolueerd ben. En is dat iets waar ik... Vroeger was ik verschrikkelijk bang als er 1 minuut of 2 minuten niet gelachen werd. Waarin dat ik daar nu wel iets meer rust in heb gevonden. Ja, sinds corona dat iedereen thuis werkt, is er wel veel veranderd. Ik belde met die van de watermaatschappij. Ik zeg, ja, ik kan niet op de meter gaan kijken, want ik zit in bed. En die mens antwoordt, dat is niks, ik kan ook. Het bad is een hoofdrolspeler van de voorstelling. Ga je ook effectief in bad? Dan moeten de mensen komen kijken, dat kan ik niet verklappen. Dat is de spanning. Oeh.
Het is na 11 uur, ze hadden ook prima samen in bad kunnen gaan. Morgen hebt u hier een afspraak met Goedle. Fijne avond.